Het is van 18 april 2014 dat Willem II hier thuis wist te winnen van Emmen. Dat is dus een geduchte tegenstander, zou je denken. Maar ja, ze hebben elkaar niet zoveel ontmoet. De laatste keer dat Willem II won in eigen huis was in de tegenwoordig keukenkampioen-divisie. Toen nog eerste divisie 3-2. Robbie Haamhouts maakte na 52 minuten de winnende voor de ploeg van toen trainer Jurgen Streppel. En een week later veroverde Willem II thuis de titel in de eerste divisie. Vorig seizoen in de Eredivisie werd het hier geen 3-2 voor Willem II, maar 3-2 voor Emmen. Dat betekende handhaving voor de mannen van Dick Lucky. Willem II thuis, de laatste twee thuiswedstrijden van het vorige seizoen, niet gewonnen. En de eerste thuiswedstrijd ging ook niet goed tegen Vitesse. 2-0 verloren. Uit wel, twee keer gewonnen. Jay Nunnally, hoort u, dat is een van de mannen op de vleugel. De jonge man van Ajax. En Mats Keulert is de andere bij Willem II. Mooie verhalen zijn er over hem te vertellen. Over de 21-jarige aanvaller. Daartussenin Pavlidis. Daar gaat de meeste aandacht in eerste instantie naar uit. Topscorer met 4 treffers. Fruzai in de achtervolging. Lauzen die geeft nu de achtervolging op, dus kan Fruzai door. Dat is toch merkwaardig. Lauzen denkt tot hier en niet verder, maar daar denkt Fruzai anders over. Hoekschop. De gelegenheid om uit te halen, ja. Hard zat. Nu vanaf links. Balletje erachter gegeven. Jong. Die maar weer eens naar de scheids kijkt. Zestiende minuut. 0-0. Gevaarlijk te verdedigen. Lastig te verdedigen moet ik zeggen. En die bal is nog altijd niet weg en wordt nu naast geschoven. Oh, oh, oh. Grote kans. Uiteindelijk geen treffer. Arias. Goed doorgespeeld door Niklas Best op Michael de Leeuw. Zijn paas. Wil ik zeggen, wordt goed onderschept door Peters, die dan vervolgens aan het knoeien slaat. Chacon. En daar is Glenn Bijl. Nu is Emmen met aardig wat mensen vertegenwoordigd in rond de 16 van Willem II. Ik wilde zeggen, ik kan wel er ooit erin grijpen, maar doet dat maar half. Arias legt hem dan bij Beste. Beste kapt. En is de bal kwijt. Zwaar even enige dreiging van de bezoekers voor de eerste keer. Zou ook ruimte moeten opleveren voor Willem II aan de andere kant. En zo is het ook. Hey, dat is gezien denk ik door Mulder. En dat gaat een kaart opleveren. Let op, links in uw beeld. Speler van Willem II, Fruzai, aan het shirt getrokken. En even wat leven in de brouwerij. Kunnen we wel gebruiken. Deze is ook niet onaardig. Telgenkamp, niet al te zeker, maar kan in tweede instantie de bal laten gaan. En kan dus ook doorademen. Paasje richting Nelly. Beste houdt daar af. Doet dat goed. Ook omdat Bakker daar in de buurt was. Keulert.
Ja, goede dribbel. En nu met buitenkantje links binnengeschoten. Wat een geweldige treffer. Mats Keulert. Het is zijn eerste voor Willem II. De man die van HSV kwam, Mats Keulert. Een artiest. Kan hij nog een keer? Omdat Emmen knoeit. Hij komt een beetje uit bij de spelpositie terug, maar dit mag verder. Willem II staat op het punt, wilde ik zeggen, om de voorsprong te verdubbelen, maar dat mislukt hier. Leleu. Nunnally. Oh, Nunnally. Mag nog een keer, maar de bal is er niet mee weg. Arias. Pavlidis. Omdat Arias aan het knoeien was. Ja, als Emmen zo doorgaat, dan verknoeit het de wedstrijd voor rust al. Dus Willem II daar nog een keer van weten profiteren van die slechte momenten. Telgenkamp grijpt hij toch ook niet echt overtuigend in op een schot van buiten de 16. Schot van Keulert. Eerste helft. Hoogtepunt in de 33e minuut. Hoogtepunt was van Keulert. En hier is de, wilde ik zeggen, 2-0. Wat zou dat een feestelijke afsluiting van een merkwaardige eerste helft zijn geweest. Maar Satiki lost de bal keihard op de paal. Dat is soms mooier dan erin. Maar niet als je maar met 1-0 voor staat. En niet als je degene bent die dat doet. Dries Satiki. Hij is er lange tijd uit. Staat daar bij de harde kern. Lewis. Dat is mooi van hem, dat hij daar tussen zijn schare fans gaat staan. Ik kan me zo voorstellen dat je in de wetenschap, dat je die zware blessure hebt opgelopen, ook wel wat anders aan je hoofd hebt. Goed gedaan door Pavlidis. Keulert. Speelt de bal te ver voor zich uit. Veendorp er daarom tussen. Goed gedaan, Nunnally. Nunnally. Chacon houdt op. Nunnally, verre hoek. Te ver, maar goede actie. Zien we veel te weinig in deze wedstrijd. Initiatief van de aanvallers dat ook leidt tot een poging. Holmen. En dan wijst Mulder naar de penaltystip. Uit het niets krijgt daardoor Emmen de gelegenheid om op gelijke hoogte te komen. Michael de Leeuw en Holmen. Het is een merkwaardige botsing. Peters werkt niet zo best weg. En dan zit Holmen ernaast. Dat is waar, maar dan maakt hij toch geen overtreding. Rustig en beheerst afgemaakt. Dat is natuurlijk wel even tussendoor het belangrijkste. En dat kan hij dan. Marco Kolar, de Kroaat. En een grote tegenslag voor Willem II. Emmen met Lars. Kracht geput uit die meevaller. Arias. En daar is De Leeuw met de 2-1. Nee, schiet op de paal via Wellenreuther. Het zou ook wel erg veel van het goede zijn geweest. Emmen op voorsprong hier in Tilburg. Maar dat had zomaar gekund. Dat had ook gemoeten. Slordig, maar een herkansing voor Sadiki. En de gelegenheid voor Pavlidis. Nou, Pavlidis met je specialiteit.
eerste. De beste. De eerste en de beste mogelijkheid voor Pavlidis. Laursen met de hoekschop. Wie is de snelste? Ja. Dat is een uitgestelde kaart voor Bijl. Omdat Dankelaar zich niet laat vangen. En je vindt Mulder niks van. Als Telgekamp eruit komt. Keulert. En die schiet weer binnen, zeg. Nu vanaf de rechterkant. Mats Keulert. Voorrust met buitenkantje links. En nu vol op de vreef. Mats Keulert. In de hoofdrol. Hij heeft er natuurlijk wel zin in, Keulert. Goeie redding, Telgekamp. Heekes. Keulert nu weer vanaf de linkerkant. En op de lat geschoten. Scheert de bovenkant van de lat. En Mats Keulert is de matchwinnaar. Want het is binnen voor Willem II. Het is binnen voor Koster en zijn mannen. Het is zwaar bevochten, maar ja, zo hoort het ook.